Doetinchem. Mijn naam is Ryan Meerbeek en ik ben omringd door LMC-campers. Allemaal met zo'n prachtige crème-grijze neus en voor de rest dat nieuwe logo. Ik heb hier de folder van LMC. Hier zien ze alle drie staan. Die gaan we even alle drie met u nalopen. Gaan we u de highlights vertellen van alle drie de campers. Je hebt de V646G, je hebt de T662G en je hebt de T732G. Heel erg mooi. De heren Meerbeek staan hier en ze weten alle details. Welkom kijkers. Ik vind het fijn dat jullie kijken en wij laten u even zien wat dus aangeboden wordt. Hier staat de Benjamin van de serie, de Cruiser 646G. Die is de kortste in zijn totale lengte. Het zit allemaal heel dicht bij elkaar. Dit is de kortste in zijn totale lengte. Hij heeft namelijk een lengte van 6,80 meter. En heeft er natuurlijk die twee populaire enkele bedden. Hij is ietsje smaller. Even een view van binnen. Wat krijgt u als u deze kampeerauto zou bestellen? Kijk daar. Dat zijn de populaire enkele bedden. In een hele compacte vorm. 220 breed, 680 lang. Dat is dus de Benjamin. Mark, kun jij de opvolger even aanwijzen? Ja, zeker. Dan lopen we even naar buiten. Dus, dit is dus die 646 van LMC. Dus iets smaller in zijn opbouw. En dan toch die maatvoering met twee aparte bedden. De opvolger is de Cruiser 662G. Dan lopen we even deze kant op. Dat is een model die heeft een totale lengte van 7 meter. Kijk, ja, hier staat hij. Hier komt aan met die Cruiser. Dit is het nieuwste model van LMC, de 662G staat. Met een totale lengte van 6,99 meter. Dus onder de 7 meter. En hij is hier dus 10 centimeter breder dan die we net zagen. Dus hij is iets breder gemaakt. Waardoor er meer binnenruimte ontstaat. En dat die enkele bedden net als weer anders ingedeeld zijn. Wat nog een leuk detail is wat we net zagen, dat die achterkant dus heel modern afgewerkt is. We zien een mooie stoere bumper erop zitten. Maar een heel belangrijk punt is de Long Life Technologie bouwwijze voor deze serie. Dat betekent dat er 12 jaar garantie opbouw zit. Wanden en vloer zijn allemaal houtvrij gebouwd. Dat leggen we graag even uit in de showroom. En wat bijzonder bij deze serie is, ze hebben een totale hoogte van 2,69 meter. Dus het is een relatief lage camper. Wat nog belangrijker is, ze zijn alle drie, want de derde komt daar ook nog, gebouwd op een Fiat 8. De nieuwste van Fiat. We doen even een blik van binnen. Ik denk dat de kijker het interesseert. Dan gaan we even via die verlaagde instap komen binnen. Kijk, die binnenkant. En dan kan de camera gelijk wel even naar achteren draaien. En dan zie je dus die twee enkele bedden. Net nog weer een tikje ruimer ingedeeld is waar we net bij de 646 zagen. Maar dit is dus inderdaad dan de 662 is dat. Hier zien we ook weer een mooie keukenafwerking. Hele grote koelkast die erin zit. En hier die hele royale zit. Met een L-bank erin. Dus dat geeft heel veel zitruimte in die camper. Hier zien we een leuke preview van het Fiat 8 gebeuren wat erin zit. Dus de nieuwste Fiat die erin zit. Maar bij Meerbeek zijn die wagens altijd helemaal compleet. Met navigatiesysteem, met camera's erop. Stuurbediening, noem maar op. De verduistering voor de rolgordijntjes. Het is helemaal compleet. En dan hebben we natuurlijk ook nog de topper van die Cruiser, Gerrit-Jan. Dat is die 732G. Hè? Die hebben we ook staan. Dat is één plaats verder. Dan moeten we deze kant op. De camera gaat mee. De T732, hier staat. Dat is dus de uitvoering met het gescheiden toilet en douche. Ryan, kan je dan even naar de kijkers laten zien hoe dat gaat? Ja, natuurlijk. De camera komt naar binnen. Ik heb je plaatsgenomen. Even kijken hoe dat is met die gescheiden toilet en douche. Gescheiden toilet en douche, dat bevindt zich hier. Dat zit hier in de camper. Dan heb je dus hier heel ideaal de douche zitten. Wat er ideaal aan is, is dat het is natuurlijk heel prettig om dat te gebruiken. Maar als je het een keertje niet gebruikt, kun je het ook een beetje gebruiken als beladingsruimte. Een extra beladingsgedeelte is er dus. Die ruimte zal helemaal af te sluiten. Kijk, zo is dat gaat dan. En kom maar naar binnen toe, dan laat ik ook nog het toiletruimte zien. Die bevindt zich hier. Het toilet. Die pot is draaibaar, zoals u ziet. Je hebt ook nog een kraan met warm en koud water. Je kunt de ruimte helemaal verduisteren. Ideaal is dat. Ik zat eigenlijk net even lekker in de cabine. En wat ik me zo voorstelde, stel je toch voor dat je in zo'n camper zit. Zo'n nieuwe Fiat motor, 900 automaat, lekker sterke motor. Dan zit je daar en dan heb je de Alpen voor je. En dat is gewoon zo'n lekker gevoel is dat in zo'n camper. Moet u echt in Doetinchem bij de showroom te komen en lekker hier gaan zitten. En u voorstellen dat u in de Alpen rijdt of in een ander natuurgebied. Dat is super gaaf. Mooie binnenkant. Terug naar de buitenkant. Ja, kom, we gaan even de wagens even in detail bekijken, dus kom, we gaan nu verder. Zo, mijn collega staat bij de prachtige NMC-camper. Hij gaat hem u van binnen laten zien. Kom.
Dit is werkelijk een ruimtewonder op wielen. Kom eens even naar binnen met de camera. Hier zien we de extreem grote zit die erin zit. Dus heb je die 732 Cruiser Camper. De nieuwste Fiat 8, zoals we net al zeiden, met een mooi digitaal display. Ingebouwde navigatie, ingebouwde achteruitrijcamera, automatische airco, automaat van Fiat, zit er allemaal op. Uiteraard een verduistering in de cabine, waar je makkelijk verduisteren kunt als je slapen gaat. Dus heel mooi uitgevoerd. LMC heeft er ook over nagedacht dat deze tafel mooi schuifbaar is, waardoor je nog meer ruimte in de zit krijgt. En hier kun je makkelijk extra slaapplaatsen creëren. De vulkussens zijn erbij, dus je kunt met deze 732 makkelijk met 4 personen reizen. 2 kunnen hier zitten tijdens de reis, 2 kunnen daar zitten tijdens de reis. Hier kun je slapen en achter in de slaapkamer slapen. Laten we dat even zien. Dit model is ook uitgevoerd met een oysterschotel, een oyster 85 cm. Dus overal waar je in Europa rijdt, heb je beeld. En zo'n schotel heeft ook een televisie. Kijk, die zit er ook in. En wat leuk is met deze positie van deze televisie, je kunt dus naar de slaapkamer draaien. Maar je kunt hem ook gewoon naar buiten draaien. En dus zegt dat ik wel lekker op zondagmiddag Formule 1 kijken. En Max Verstappen gaat weer binnen, dan kun je het gewoon lekker vanuit de wagen bekijken. Dus zo draai ik hem weer terug. Dan hebben we die ruimte die we maximaal houden. Want we houden heel veel bewegingsruimte in die camper. Dan zien we hier de XXL keuken die we erin zitten. Dat is een L-vorm. Waardoor je dus heel veel werkruimte in die keuken hebt. Ook weer mooie indirecte verlichting. Let op de details. Standaard gezien van 6 keukenladers. Waardoor je dus heel veel werkruimte in die keuken hebt. Dat is op zich wel heel erg mooi afgewerkt. Veel details. Uiteraard gewoon een compleet 3-pit gasfornuis erin. Dus 3 pitten zitten erin. Ook voorzien van de juiste stopcontacten. Hier zo standaard gemonteerd. En uiteraard, zoals we net al zeiden, met de plisé-kaders heb je ook de speciale plisé-horn. Dus met de kaderramen heb je de plisé-horn met de verduistering. Dat is allemaal standaard op een hele mooie manier afgewerkt. Naast die keuken zien we hier een complete badkamer zitten. Dit is een model met een echte douche. Een complete douche zit erin. Dus hier kun je heel makkelijk douchen. Warm en koud water is altijd aanwezig wat dat betreft. Hier heb je de 2 enkele bedden, waar dus heel veel ruimte geeft. Met een dichttrekfunctie. Dus hier kun je ook een heel groot bed van maken. XXL. En dan zit hier onder de bedden. Dan heb je nog weer mega bergruimte. En als je dit zo omhoog doet, ontstaat hier zo eigenlijk de hangkast. Waardoor je op een makkelijke manier de spulletjes kunt weghangen. Je kleding. Dit knopje druk ik in, dan gaat hij naar beneden. En hier kun je ook een heel extra laders in zitten. Waar ook heel veel bergruimte zit. Dat je ook voor langere reizen makkelijk alles mee kunt nemen. Aan deze kant zien we nog de toilet zitten. Dus die is heel makkelijk te openen. Toilet en wasruimte. En als ik die deur dicht doe, heb ik dus eigenlijk de camper gelijk in tweeën gedeeld. Dus ga ik me heel makkelijk even omkleden. Als ik zeg van ik wil 's middags even naar het strand. Hoef je niks dicht te doen verder. Dan kun je heel makkelijk even omkleden. Dus dat is de achterruimte van die camper. Daar zien we tegenover de keuken de lijnen er al even de koelkast open. Maar deze werken van alle gemakken voorzien. Koelkast, vriesvak. Speciaal flessenkoeling en zelfs een oven zit erin. Het is onvoorstelbaar, maar het zit er allemaal gewoon standaard in. Automaatfunctie. Automaatfunctie van de koelkast, dat die altijd functioneert. Hier zien we het uitgekookte display van LMC. Ook heel erg mooi afgewerkt, maar ook functioneel. Dus hier kun je heel makkelijk schakelen met hoe de conditie van de accu's is. Hoe de waterniveaus zijn. Klok kun je instellen. De temperatuur kun je hier nog aflezen. Het is vandaag een warme dag, kun je zien. Hier kun je de waterkranen aan en uitzetten. En hier heb je nog apart de bediening voor de verwarming. Want hier zit een combiketel in. En dat is met een e-net functie. Dus wat je hier kunt doen, je kunt ook een appje op je telefoon downloaden. En dan kun je met je telefoon gewoon die kachel besturen. Bovendien hier die vandaag instappen die brede deur naar buiten. Nou, dan komen we even de prijs van dit model aan. Dit model is eigenlijk wel de topper van de serie. Dat is het actiemodel de 732G. Die is dus helemaal compleet en hebben we dus over de 140 pk, de berensterke motor. We hebben de automaat erin zitten. We hebben het maxi-chassis, dus je mag in principe tot 4250 kilo beladen, dat je goed laadvermogen hebt. Het designpakket zit erop, de kaderramen zaten erop. Bagagerails met shorrogen. De garage is even leuk te zien, die hebben we hier zitten. En hier zit een grote garage in, waar je dus ook heel makkelijk de fietsen mee kunt nemen. De garage kun je goed vastshorren. Standaard is hier voorzien van 2 garagedeuren. Aan de andere kant zit ook nog een deur waar je eigenlijk heel makkelijk bij kunt. Dit zijn de vulkussens voor het bed. Hij zegt, ik wil dus dat derde, vierde bed maken, zeg maar, aan de voorkant. Garage. Nou, dan hebben we natuurlijk die volautomatische schotel die erin zat. Televisie, het multimedia gebeuren, achteruitrijcamera. Deze camper komt dan aan fabriek voor een prijs van €118.350. Wij van Meerbeek kunnen hem als actie wel aanbieden met een korting van €5.355. En dan komt hij op een verkoopprijs van €112.995.
Dan heb je de top camper van de serie. Dus zoals mijn collega net al zei, je hoeft er echt geen 2 ton voor te betalen. Deze, 112.995, rijd je bij Meerbeek compleet al inclusief weg. Zijn jullie enthousiast geworden voor deze presentatie van deze topper van de Cruiser, die dus uitblinkt in kwaliteit, lichtgewicht en de meest moderne techniek? Nodig wij jullie uit in onze showroom en dan gaan we jullie graag alles van die camper vertellen. En dan zou ik zeggen, tot ziens in Doetinchem. Wil je vast wat meer informatie, kijk op onze website www.meerbeek.nl en we helpen u graag. Tot ziens.